en welkom bij deze nieuwe video. iHeart Revolution is weer uitgekomen met twee nieuwe Disney Prinses collecties. Eentje is Snow White en de andere is Sleeping Beauty. Allebei te koop bij Bougie Shop. En ik dacht, ik ga er één van de twee doen. Ik wil niet per se elke Disney collectie gaan reviewen. Maar ik dacht, één van de twee is wel leuk. En die mij het meeste aansprak was Snow White, oftewel Sneeuwwitje. Want het had echt allemaal van die prachtige rode, warme herfstkleuren. En ik dacht, we zijn nou in de herfst, dus ideaal hiervoor. Dus ik heb die hele collectie gekocht. Het is wel een kleine collectie. Al deze collecties van iHeart Revolution zijn best wel klein. Slechts 3 producten. Maar whatever, we gaan het gewoon alsnog reviewen. Ik heb al volgens mij 2 andere Disney prinsessen collecties van hun getest. Ze staan al hier online op mijn kanaal. En vandaag is het dus tijd voor een van mijn favoriete sprookjes, Sneeuwwitje. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik besef me gewoon net dat ik geen ringen heb aangedaan. What the F. En ik heb echt geen zin om helemaal naar beneden te gaan. Dus ja, het wordt gewoon vandaag een ringloze video. Oké, iets wat deze collectie een beetje anders maakt dan de andere prinsescollecties, is dat deze collectie een extra oogschaduwpaletje heeft. Een iets kleiner paletje. Al deze collecties hebben allemaal een groot oogschaduwpalet met oogschaduw, blushes en highlighters erin. Maar deze Sneeuwwitje collectie heeft dus een extra klein paletje. En ik dacht, omdat ik van de andere collecties al de grote paletjes heb getest en ze overal niet echt het beste waren, dacht ik, ik haal voor nu het meer kleinere paletje, dus het nieuwste. Dit is het iHeart Revolution X Disney Snow White and the Seven Dwarfs Palette. Dit is dus een klein paletje voor slechts 9 euro en het heeft 7 kleuren. Deze hele collectie is ook weer vegan en cruelty free. Kijk even hoe leuk deze verpakking is met de 7 dwergen. Al deze Disney collecties van hun hebben echt geweldige verpakkingen, alleen helaas is de formule niet altijd even goed. En dit is dan de inhoud. 7 prachtige kleuren en alle kleuren hebben een naam van een van de dwergen. En je hebt dus 7 dwergen, dus vandaar dat je hierin ook 7 kleuren krijgt. Super duper leuk gedaan. Je hebt matte en glanzende kleuren. Ze zien er echt prachtig uit. Ook dit is echt een prachtig warm herfstpaletje. Ik ben nou echt helemaal into de herfst looks. Als je mij ook volgt op Instagram, ik plaats daar echt gewoon 500 herfstlooks. Ik moet zeggen dat deze oogschaduwen er gewoon precies uitzien als in het grote paletje. Dus ik denk dat het ook weer diezelfde beetje slechte formule is. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. De kleuren zien er in ieder geval echt heel mooi uit. Ik heb me al helemaal opgemaakt, maar obviously niks op de ogen. Dus laten we inzoomen. Oké, laten we beginnen. We zijn lekker ingezoomd en ik heb al gepruimd met concealer. Dus we gaan in met dit fantastisch mooie paletje. Ik hoop echt dat de kwaliteit gewoon oké gaat zijn. Ik hou ook in mijn achterhoofd dat dit paletje slechts 9 euro is. Dus hou het ook in jullie achterhoofd. Ik ga beginnen met de matte kleur hier. Die heet Dak. Die kleur ga ik aanbrengen met mijn Zoeva 228 Fluffy Kwast in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met de donkerbruine matte kleur. Die heet Sneeze. Wie heeft ook allemaal Sneeuwwitje gezien? Zijn er hier mensen die gewoon oprecht Sneeuwwitje niet hebben gezien? Naar mijn gevoel heeft echt iedereen dat gewoon gezien. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie van Sneeuwwitje vinden. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk. Is ook een van de weinige Disney prinsessen met zwart haar. Net als ik. Dus daarmee kon ik me een beetje identificeren. Deze kleur ga ik aanbrengen in beide hoeken. Want ik ga vandaag voor een halo eye. Dus ik breng het hier in de hoek hier aan. En ook in de binnenste hoek hier. En dan trek ik de kleuren zo naar elkaar toe, zeg maar, in mijn arcadeboog. Dan doe ik even een bruine oogpot, een loodje van Benefit in mijn waterlijn. En dan ga ik die beide matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Oké, nou dit was het dan voor de matte kleuren. Ze zijn op zich oké. Ik had wel iets meer pigment gewild in de donkerbruine kleur. En de kleuren zijn best wel poederig. Dat vind ik ook niet zo fijn. Het gaat zo helemaal in mijn oog en alles. Dus dat vind ik niet zo fijn. Maar al met al is de look wel mooi geworden. En is er wel gewoon goed mee te werken. En dat is het belangrijkste. Dan ga ik nu in met deze donkere glanzende kleur. Die heet Grumpy. We gaan vandaag voor een beetje een donkere smoky look. Deze kleur ziet er echt prachtig uit. En die gaat dan gewoon zo in het midden. Oké, deze heeft niet heel veel pigment en ook niet heel veel glans. Dat vind ik wel jammer. Ik had hem iets meer echt rood gewild. Het is een beetje oranje-rood, maar ik had liever een bordeaux-rood willen zien in het paletje. Dan pak ik weer die donkerbruine kleur Sneezy. En dan ga ik die hem nog een beetje inblenden met deze glanzende kleur, zodat je zo een mooie overgang krijgt.
Er is ook echt wel een beetje fallout op mijn gezicht. Maar in principe kan ik er wel gewoon zo makkelijk afvegen met een kwast. Kijk ook eventjes hoeveel hiervan afvalt. Echt superveel. En dit was met een matte kleur ook. Fallout is niet per se echt een big deal voor mij persoonlijk. Als de kleuren maar gewoon mooi aanbrengen. En ik vind het best wel gewoon oké. Het is best wel goed gegaan. Het is niet helemaal overal heen geblend. Ondanks dat het best wel poederig is. Ik laat het gewoon nou eventjes zo zitten. En aan het einde van de video zal ik jullie mijn eindmening vertellen. Oké, het volgende is voor mijn gezicht. Dus ik ga even alles afmaken en dan kom ik zo bij de video. Oké, daar ben ik weer. Ooglook is helemaal af. Ik ben zo blij met deze ooglook. Ik vind het zo mooi. Ik heb een wing aangebracht en nep wimpers. De wimpers die ik op heb zijn Faux Mink TL4 van Tati wimpers. Let wel op, dit is Faux Mink TL4. Je hebt ook TL4 echte mink, maar dat is niet die ik nou op heb. Ik heb de Faux Mink op, mocht je ze ook willen bestellen. Super mooie heftige wimpers. De look is echt mooier geworden dan dat ik van tevoren had verwacht. Godzijdank. Ik heb ook een zwarte haarband ingedaan om mijn haar naar achter te houden. Ik vond het wel echt heel sneeuwwitje-achtig, want zij draagt ook altijd zoiets. We gaan verder met highlighter. Dit is de I Heart Revolution X Disney Fairy Tale Apple Highlighter Snow White. Elke Disney collectie heeft zo'n overdreven grote highlighter. Deze verpakking is echt overdreven groot. Hier heb je zo'n sneeuwwitje. Super leuk allemaal. Het ziet er weer prachtig uit. En dit is dan de verpakking van de highlighter. Ook weer super mooi. Lijkt gewoon precies op de buitenste verpakking. En dit is dan hoe het er van binnen uitziet. Het is in een vorm van een appel. Het is een beetje wittig. En ernaast staat mirror, mirror on the wall. Dus dit is echt helemaal sneeuwwitje. Deze tekst, de appelshape, de kleur. Alles is gewoon helemaal sneeuwwitje. Ik moet wel zeggen, hij is echt wit. Ik denk dat hij te licht gaat zijn voor mijn huidskleur. Maar als je een lichte huidskleur hebt, kan dit echt prachtig eruit zien. Het is gewoon letterlijk krijtwit. Kijk even dit. Oké, ik weet, sneeuwwitje is wit, maar dit is wel echt heel licht. Ik ga hem gewoon alsnog aanbrengen. Dus ik pak gewoon een beetje van deze highlighter. En dan breng ik het gewoon aan als normaal. Hij is wel super poederig weer. Oh wauw, de glans is mooier dan verwacht. Toen ik hem swatchte voelde die een beetje krijtpoederachtig aan. Ik dacht dit gaat echt geen glans hebben. Maar ik zie echt best wel een glans. Hij is wel echt heel licht. Nou, hij is echt mooier dan verwacht. Als je een lichte huidskleur hebt, gaat het echt heel mooi zijn. Maar je moet wel echt een hele lichte huidskleur hebben. Want het is echt letterlijk gewoon wit. Oh, by the way, van het oogschaduwpaletje heb ik ook nog deze kleur hier gebruikt voor in mijn binnenste ooghoek. Nou, deze is echt mooier dan verwacht. Ondanks dat de kleur niet matcht met mij, zie ik ze wel echt heel mooi matchen met een lichtere huidskleur. Oké, dan als laatste iets voor de lippen. Ik heb hier de I Heart Revolution X Disney Fairy Tale Lip Topper Snow White. Dit is dus een glossy lip topper voor op iets. Dus op een lipstick of op een mat liquid lipstick. De verpakking ziet er weer super mooi uit. Hij is zo bordeaux rood, glitterig, glanzend en heel mooi gouden aspecten eraan. Dit ziet er echt toppie uit. Die ik ook echt prachtig vond was van de Aladdin collectie. Ze zijn qua verpakking echt identiek, maar de kleur is echt heel anders. Deze was ook echt super mooi, dus ik verwacht dat deze ook mooi gaat zijn. Ik zal hem even swatchen op mijn hand. Even kijken hoeveel pigment. Heeft. Oh, het heeft echt best wel veel pigment. Kijk even dit. Het is echt letterlijk gewoon een heftige kleur. Oké, dat is wel fijn om te weten, want dan ga ik er gewoon niks onder doen. Ik ga eerst in met een MAC lippot loodje in de kleur. Booby Woo is een hele mooie rode kleur. Prachtig. En de geur is ook echt zalig. Hij ruikt super lekker. Kijk even hoe mooi. Hij heeft dus echt genoeg pigment om gewoon zo alleen te dragen. Ik vind het persoonlijk niet echt een lip topper. Want een lip topper moet echt iets minder pigment hebben. Want het is wel de bedoeling dat je de lipstick eronder nog ziet. En dat gaat hiermee echt niet het geval zijn. Als ik hier iets onder had gedaan, dan was het gewoon nou echt helemaal verdwenen. Dus ik vind het gewoon letterlijk een lipgloss. En dat is ook gewoon prima. Super mooi. Hij brengt ook lekker fijn aan. Lekker smooth. Veel pigment. En hij is niet plakkerig. Kijk. Helemaal niet plakkerig. I love it. Wat was dit een leuke collectie. Nou jongens, dit was het dan voor vandaag. Wat vinden we ervan? De look is echt zoveel mooier geworden dan dat ik van tevoren had verwacht. I love it. Super mooi dit. Wat vind ik van het paletje? Het is niet het beste paletje, maar het is ook absoluut niet het slechtste paletje. Als dit kleuren zijn die jou aanspreken. Het paletje is slechts 9 euro. Dus niet heel veel. Dan zou ik hem gewoon zeker halen. Je moet er wel een beetje extra effort in zetten om het echt goed te blenden.
blenden. Maar al met al is het wel heel erg mooi geworden. Deze highlighter is ook veel mooier dan dat ik had verwacht. Het enige wat ik echt minder vind is deze overdreven grote verpakking. Ik kan dit product echt nergens mee heen brengen. Omdat het veel te veel plek in beslag neemt. Maar al met al zou ik hem wel echt prachtig vinden op een hele lichte huidskleur. En deze lipgloss is echt de winnaar van vandaag. I love it. Kijk even dit hoe mooi. Ik vind rode lippen mij ook altijd zo mooi staan. Ik vind het echt fantastisch. Laat me weten wat jij van de collectie vindt en van deze make-up look. Ben je net zo enthousiast als ik? Laat het me weten beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. En laat me ook eventjes weten wat voor collecties je nog meer zou willen zien. Make-up, kleding, haardingen. Ik film alles omtrent beauty, dus let me know. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!